Oh, dat zijn er twee. Oh, dat zijn er twee. Oh shit, dat zijn er twee. Oh shit, dat zijn er twee. Ik dacht dat het er maar één was. Ja, die gaat een stopteken krijgen. Die ga ik echt dikke bekeuring geven. Dit is ergens een overlast gemeld. We gaan eens die kant op. Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD voor en more. En vandaag ga ik met Wim op pad met deze onopvallende Mazda. Voor de rest weet ik er echt helemaal niks van. Ik heb hem gekregen, shout-out naar Wandertje. Ik weet dus ook niet of die gereleased wordt. Ik weet niet wat er allemaal mee wordt gedaan. Ik weet niet voor wie die is gemaakt. Ik weet alleen dat die van Wandertje is. En dat ik hem mocht gebruiken en dat die super dik uitziet. In ieder geval onopvallend dus. Hij wordt gebruikt in Rotterdam voor de 10 parate eenheid. Wat dat is weet ik nou ook weer niet precies. Ik geloof iets dat nee, daar ga ik iets verkeerd zeggen. Die doen in ieder geval meerijden, ook op meldingen. Maar die doen geloof ik wel instappen en zo. En dat soort dingen. In ieder geval, blauw. Pitje komt de dag op. In de grill zitten wat flitsers. Stop voor. Die is wel duidelijk. En dan stop achter of volgen achter. Je ziet er wel politie volgen, maar dan moet je goed kijken. Maar hij zei zelf al van ja, dat heb ik te fel gemaakt. Hè. Kan gebeuren toch? Even kijken, hier staat iets op de weg wat mijn aandacht trekt. Waarom trekt het mijn aandacht? Nou ja, omdat er een wit bolletje staat. Dat betekent altijd dat er wel iets fout is met dat voertuig. Maar welke is het? Het is de eerste. Dat kunnen we nu allemaal goed observeren, want we zitten natuurlijk ook in de burgerkleding in de auto. Niemand verwacht deze Mazda te zien met of verwacht dat deze Mazda een politieauto is. In ieder geval die auto daar. Dan weet je, op dit moment zie ik niks raars. Daar komt er ook iets. Ze negeren hier wel allemaal de stopstreep. Hier ook. En weet je, dan kun je wel iedereen een stopteken gaan geven. Of eentje van die een stopteken gaan geven. Maar dat is natuurlijk ook niet echt fair. Want dan zeggen ze allemaal, ja maar de andere deden het ook. Dus ja, dat klopt. Attention unit 1, Lincoln 18. We have a possible robbery in the Spooky Canal. Ik heb wel geen kogel weer aan het vest natuurlijk. Maar ja, boeiend, Wim fixt dat wel. Oh, dit is trouwens echt een pittige auto. Wat ik vergeten te vertellen. Als je even gas geeft. En in de bocht gas geeft, nou dan draait hij een rondje. We gaan er gewoon op afstappen. Hi. Oh, dat zijn er twee. Oh, dat zijn er twee. Oh shit, dat zijn er twee. Oh shit, dat zijn er twee. Ik dacht dat het er maar één was. Oh, ik ben al bijna dood. Ik ben al bijna dood. Oeh, recht in het hart was die. Noodknop, noodknop. Dat vallen. Meneer, mensen. Vuurlijnen, of ja vuurlijnen eerder, mensen loop je niet. Laat vallen die wapens. Twee verdachten neer, twee verdachten neer. Ik denk dat de winkel eigenaar ook dood is. Dus ambulance is onderweg. Rijdt u alstublieft prio 1. Ja.
Ja, twee winkeleigenaars ook nog hier neergeschoten. In totaal 4 slachtoffers. We gaan toen nog het gebouw clearen. Ambu is aanrijdend. Oké, veilig. Ja, wij zijn ook geraakt. Hadden we toch maar een vest aan gedaan. In ieder geval, heel veel collega's. Mooi. Ja, ik ben wel flink geraakt. Daar ze. Niet recht in mijn arm, maar in mijn rug. En ik dacht dat hij er zo doorheen was gegaan. Omdat ik eigenlijk dacht dat ik alleen van voren heb beschoten. Maar ook dus in mijn schouder. En zo van achter in mijn rug. Niet aangereden worden, goed zo. Hoi. Ja, ik ben ook gewond. Jesus Christ! Give them some room. Dankjewel. Zo. Thanks. Nu de andere 3 nog, collega van de ambu. Zo, dat was hem. Het heeft even geduurd, maar is in ieder geval alles netjes achtergelaten, lijkt me zo. Meteen door naar de melding van een dierenmishandeling. En ook daar kunnen we misschien beter laten trappen met onze onopvallende auto. Ja, die gaat een stopteken krijgen. Die ga ik echt dikke bekeuring geven. Hoi, ik wil je rijbewijs zien. Nou, het is verlopen, we hebben echt een dik probleem, vriend. Je is gedronken, drugs gebruikt, je mag blazen en je mag een drugstest afnemen. Reckless driving en wat valt hij nou? Expired license. Zo, die zijn wel lekker. Hij mag niet verder rijden, want je hebt een verlopen rijbewijs, moet je eens fixen. Doei! Dus laten we hem lekker afslepen op zijn kosten. Zo, dan gaan we nu snel door naar onze melding. Ah, die is al afgerond, blijkbaar. Andere eenheid reed even mee, die zei ik dat er niks aan de hand was. Ook al heb ik hem zelf blijkbaar afgerond, ik weet niet hoe. Maar, goed. We have a stolen police vehicle in Del Perro Beach. Die motor hier trekt mijn aandacht en die gaat best hard en die gaat door rood. Hoge snelheden. Geen helm. Dag. Mag de motor even uitzetten? Hi. En mij je rijbewijs geven? Waar is je helmet? Wat maakt jou dan uit? Nou, ik vraag het gewoon.
Goed, ik ga in ieder geval, ik heb een hele goede meter kunnen doen. Die krijg je gewoon van me. Rood licht rijden. En geen helm. Zo. En dan. Zo. En dan mag je afstappen en niet verder rijden. Want je hebt geen helm tenzij je die op kunt doen. Ik ben vandaag echt van een bekeuring gegeven. Ik weet niet waarom. Maar dat verdienen mensen gewoon opeens vandaag. Zo, doei. Waar is dat? De snelweg. Oh. Dit is ergens een overlast gemeld. We gaan eens die kant op. Zou geen spoed hebben. Ja, daar is wel een flink feestje aan de gang. Ah, het geluid. Goedendag. Of kort samenvatting, hallo mevrouw, heeft u 1-2 gebeld? Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Het feest is nu wel echt heel luid. Ze doen allemaal dingen, ze gooien met bier en bierflesjes en zo. Het lijkt erop dat het een bikersparty is. En toen heb ik gezegd, ga maar even naar binnen en dan los ik het wel op. Denk dan. Jullie horen mij niet eens, denk ik. Zo, geluidsoverlast opgelost. Ik weet niet wat het was. Ik kreeg niemand... niemand liep naar me toe. En ik moest geloof ik ook officieel dat interieur in. Maar daar was ook niemand. Dus ja, ik heb het maar even zo gelaten. En gewoon een melding afgerond, zoals jullie zagen. En dan stopt de muziek vanzelf wel. Unit 1, nou, Lincoln, dan gaan we die nog maar even arresteren en dat is het mooi geweest voor vandaag. In, Del Perro Beach. De
is zo te zien iemand die deze Mazda ook heeft gestolen. Of niet ook, sorry. Die deze Mazda heeft gestolen. En hoe zie ik dat? Omdat ik de auto niet zie. En net zag ik ook opeens dat die auto op afstand verdween. Het kan zomaar zijn dat dat dezelfde auto is. Ja, eigen schuld. Oh, ja, dit gaat wat hard aankomen. Yes. Nou, achtervolging Mazda. Dat is de Mazda 3 geloof ik. Ik kom er nu net achter, maar ik weet niet zeker. Nou, ja, tuurlijk, ik knal eens lekker frontaal op me. Ja, loop anders gewoon door ook. Ja, Jezus Christus. Uitstappen, hier komen. Liggen blijven. Stop whatever the hell you're doing. Wait up. Hij ze hebben aangehouden voor diefstal van een voertuig. Je bent niet de ander verplicht, de politie voert zichzelf. En bereikt een advocaat. Heb je dat begrepen? Dat dacht ik toch. Ga het transportje deze kant op. Eén collega vraagt om assistentie. Get in the car and behave. Ah ja, trouwens, voor de mensen die het zich afvragen, en dat had ik beter op het begin van de video kunnen zeggen. Ik heb nog niet nog niet LSPD ervan 0.4, die is namelijk een paar dagen terug uitgekomen. Die hebben we nog niet, want ik geloof dat daar helemaal niks in te doen is qua meldingen op dit moment nog. Dus daar wacht ik even mee. Ook heeft het ministerie van Mots een paar gave auto's gereleased en gaan ze nog releasen geloof ik. Dus die ga ik ook gebruiken. Ik zou zeggen tot de volgende video. Doei!